Door extreem hoog water stroomde op 3 januari de polder de Noordwaard vol. De wegen en fietspaden liepen onder water. Een gebied ter grootte van zo'n 4500 hectare werd een kleine binnenzee. De koninkpaarden, Schotse hooglanders en de waterbuffels zitten in elk geval weer op het droge. Vandaag is het water weer gezakt. Waar de veerdienst Brakel door de hoge waterstand uit de vaart genomen is, vaart het veer in Werkendam nog wel. In Sleewijk zat de waterstand op 2,5 meter NAP. Maar de jachthaven is nog net te bereiken. Een wandeling door natuurgebied de Groesplaat zal even uitgesteld moeten worden. In Woudrichem is op 6 januari de coupure gesloten. Het veer is nog wel bereikbaar via een loopbrug. Wat was de bedoeling hiervan? Gewoon de haai halen. Dankjewel. Niet gelukt? Nee. Dan moet je nog een keer doen. Nee. De schepen in de historische haven zijn verplaatst in verband met de harde stroming. Ook het gebied rondom slot Loevestein is ondergelopen. De koningpaarden en rode geuzen zijn naar een hoogwatervluchtplaats gebracht. De weg naar het slot is nog net bereikbaar. Probeer hier maar eens een droge parkeerplaats te vinden. Het voetfietsveer Woudrichem is ook niet meer te bereiken. Een muskusrat probeert nog een droog plekje te vinden.